Kijker, welkom bij Herbakker TV en vandaag alweer een nieuwe aflevering van de Favoriet Van. Bij mij zit vandaag in de zetel niemand minder dan Jan Martens uit Eeklo, stadsgids en nog heel wat meer. Dag Jan, goedenavond en welkom. Goedenavond Geert, dank u wel. Jan, je bent inderdaad, ik zei het al, stadsgids, maar wat mogen de mensen nog van jou weten? Wel, ik ben enorm bezig met erfgoed en ik diep dat uit naar het archief, mijn eigen bronnen aanspreken om tot een thema verhaal, een wandeling te komen. Ik heb er zo al een vijftal, vooral in Eeklo, ben Meetjeslandse gids. Het verhaal van Tamboer, een historische wandeling, maar iedere keer, de mensen kunnen mij zo herkennen, ga je door het straatbeeld verkleed in een soort volksfiguur. Je bent dan half acteur, half zanger ook, want je zingt ook liedjes. Dus dan voel je je in deze theatersetting wel op je gemak? Ja, in feite wel. Het is niet in de straat, maar toch is dat enorm leuk om hier een keer samen met u te zitten en daarover te praten, over de cultuur. En, super, oké. Okay. Ja. In de Favoriet nodigen we altijd mensen uit die komen vertellen over een favoriete boek, favoriete artiest, favoriete liedje en zo. Jij hebt gekozen voor een acteur. Ja, Jode Meijer. Jode Meijer. Jode Meijer. Kijk eens aan, Eeklonaar ook. Zeker, zeker. Geboren en getogen Eeklonaar. Ja. In het jaar 39 heeft ook de oorlogsperiode Wereldoorlog 2 meegemaakt. Is daar met zijn familie een beetje raar uitgekomen en daardoor zijn ze vertrokken, verhuisd naar Gent. Hè. Ja. Maar als hij in Eeklo is, hij kent zijn roots nog altijd. Hij Zeker. Komt ook af en toe wel nog eens naar hier. Wat spreekt jou het meest aan in Jode Meijer? Omdat hij in zijn privéleven een rustig, zachtaardig man is die enorm graag in zijn familie, bij zijn vrouw. Zijn vrouw is nu al meer dan 10 jaar geleden overleden. Daar heeft hij nog echt veel verdriet van. Maar met zijn kinderen, zijn kleinkinderen in de buurt, meer moet hij niet hebben. Natuurlijk altijd wel thuis enorm met zijn rol bezig. Om die rol van buiten, hij leest gans zijn rol. Dat is de enige acteur die zijn rol van voor naar achter leest en ze dan opneemt en iedere dag bij zijn familie dat voorleest. Dat spreekt mij ook aan, het is een zeer gedreven man. Hoe gevoelig en rustig hij is in het dagelijkse leven. Hoe dat, hij is eigenlijk een vat van emotie die op de bühne alles naar voren brengt om heel dikwijls karakter rond te kunnen brengen. Ja. Niet alleen op de bühne, maar ook op het scherm, want hij heeft een heel lange carrière op televisie. En ook wat film betreft heeft hij wel wat op zijn palmarès staan. We gaan kijken naar een stukje uit Achter de Wolken, film met Chris Lomme. Frederik was niet de eerste, de beste. Een uniek en uitzonderlijk iemand. Gij weet als geen ander, lieve Emma, wat gij voor hem betekend hebt. Er is een man op de begrafenis. Hij wil mij zien. Waarom? Heeft hij niet gezegd? Was gewoon een berichtje op Facebook. Op Facebook? Was het mijn lot jou na al die jaren weer tegen het lijf te lopen? Ik weet het niet. Ik weet alleen dat het gebeurd is. En dat mij net hetzelfde is overkomen als al die jaren terug. Ik wist niet dat zoiets nog kon. Gaat hier seks van komen? Pardon? Blijf tussen ons, hè. Ik weet niet wat mij overkomt. Knappe kerel ontmoet. Blijf bij hem slapen. YOLO, smiley. Waar heb jij gisteren uitgangen? Bespioneert je mij of wat? Ik had niet moeten komen. Dit was een vergissing. Is dat al langer aan de gang, die affaire van u? Nee, niet meer. Zeg, wat komt jij hier doen? Wie hebt die binnengelaten? Schattig eigenlijk. Schattig? Enfin, oma. Opa is juist gestorven, dat is toch kei ongepast? Dat kan ik niet aannemen. Waarom niet? Achter de Wolken, film met Chris Lomme, maar ook met Jode Meijer natuurlijk. Je hebt de film niet gezien, maar wel het theaterstuk. Ja. Heb je dat hier gezien, in huis? Of, Dat was hier, ja. Ja. Inderdaad. Ja. Schitterend, ja. Terug. Weer een typische
rol dat over de liefde ging. Hè, en ja. Ja, dat lag hem ook weer heel goed. Mm-hmm. Om niet die ruwe, die vurige man te spelen, maar in een andere zin, de intense liefde toonde zij heel, heel mooi in de theaterstuk. Ja. Jan, als je theater, naar theater gaat, waaraan moet dat voldoen? Wat zijn dingen die jij belangrijk vindt? Moet het grappig zijn? Moet het diepgang hebben? Zijn er thema's die jou boeien en intrigeren? Ja, vooral zaken in het volkse, het alledaagse, die mensen, zo acteurs, we hebben er zo tientallen steengoede acteurs, zoals Jo de Meijer hebt, die dit kunnen brengen. Die 100 jaar terug kunnen gaan in de tijd. En dit brengen, neem nu maar iets gelijk dans, de musical, of op het theater. Dat onderscheid, die klassenstrijd, dat ze dat kunnen tonen. Hè, dat hij daar die een bisschop Stilleman speelt. Hè, dat een zeer moeilijke rol is. Maar dat hij dat contrast met dans, met het volkse, met de socialisten, de mensen die uitgebuit werden, dat hij dat zeer goed brengt, dat contrast. Dat moet duidelijk zijn. Het moet zijn zoals het echt was. Ja. Dat zegt natuurlijk veel over jouw historische goesting en jouw interesse in dat erfgoed waar je wel dagelijks precies wel mee bezig bent. Zeker. Daar ben ik heel veel mee bezig. Ja. Ja. Altijd maar opzoeken en kijken wat zou de mensen kunnen boeien. Hè? Wat vinden ze leuk? Ik toets altijd maar af. Hè? Door ook gesprekken te hebben, getuigenis met mensen. En zo weten wat er leeft. En kunnen dat dan ook proberen in elkaar steken. En dat is zo leuk aan cultuur. Hè? Als jij dan als stadsgids of als tamboer bijvoorbeeld in de huid kruipt van die tamboer. Probeer je dat dan ook historisch en zo realistisch en zo juist mogelijk te doen? Ja, zeker. Eerst zoekte de plaatsen waar de familie Tamboer belangrijk was. En dan probeerde die historie levendig voor te stellen. Ik heb ooit gehad dat een dame zei, een oudere dame, in de pauze van een tamboerwandeling, meneer, het is precies of die Lionel Baas leeft hier weer. En dat is mooi, dat is teken dat het ons lukt, ja. Mij en Ilse natuurlijk, die mijn accordeoniste speelt, dat het ons lukt om mensen dat verhaal te brengen zoals het over 100 jaar geleden was. Net echt. Goed. Jan, je bent van het Meetjesland, dus je kent hier ook je weg een beetje. Welke artiest, zanger, acteur, wat dan ook, vind jij, moeten wij kennen? Of naar wie kijk jij op in het Meetjesland? We kennen hem allemaal, maar hij zou nog meer mogen gekend worden. Dat is Tom Dijs, Tom Eekhout. Die ook uit mijn vroegere buurt in de Sint-Josefsparochie hier in Eeklo, toen ik in de Giro was en zijn familie was ook verbonden met de Giro, heel mooie momenten mee beleefd. Maar die man, dat is ook zo gelijk, die acteur Jo de Meijer, die streeft kwaliteit na. Het blijft eenvoudig, maar hij kan het wel. Hè. Het is ook niet alleen de zanger met zijn eigen kato, maar ze brengen de muziek en ze maken ook zelf de liedjes. Het zijn niet alleen zangers, maar het zijn ook echte muzikanten. En ik vind dat veelbelovend en ik sta daarachter achter zo iemand. Hè. Dat is waar. Voor hen dubbel pech, denk ik, dat dit jaar, want de Starlings waren niet weg te branden van televisie, hebben ook gigantisch mooie dingen gedaan, dat ze dit jaar natuurlijk het momentum een beetje missen om te kunnen gaan spelen, omdat iedereen in zijn kot moet blijven. Hè. Ja. Maar ze moeten hoopvol zijn. Ik ben ook hoopvol in de kleine dingen die ik doe als gids. Van het komt ooit wel goed. Die boodschap wil ik ook wel geven naar iedere mens. Ook hoe moeilijk dat het ook is. Ik ben niet alleen. Ik heb nog mijn vrouw en mijn gezin. Dat is heel anders dan iemand die hele dagen alleen zit. Dat kan ik me een beetje voorstellen. Maar die boodschap wil ik geven aan de mensen ook. Het komt goed. Cultuurleven, de herbakker. Waar je zulke mooie dingen kunt zien. Dat komt zeker goed. En we gaan ons herpakken. En we gaan dat beestje verslaan. Dat is zeker. Dat is mooi. Want hoe hard heb je dit alles al gemist? Hoe hard mis jij cultuur, naar voorstellingen gaan, buiten komen? Ik heb dat al hard gemist. Die sfeer ook als je hier binnenkomt en je verwacht iets. Hè, want het is niet zomaar dat je voor iets kiest. Je hebt daar verwachtingen bij. En meestal is dat sprankelend. Is dat leuk? Hè, want... ik verwacht nog veel van de optredens die nog niet gekomen zijn. Ik heb onlangs een filmpje gezien
met humorist en eerste klasse acteur Bob de Moor. Ja. Ik hoop dat dat in de toekomst, dat die man ook zijn monoloog van Picasso hier zal brengen, want dat zal weer koekenbak op zijn. Hè? Ja, oké. Okay. Dan kijk ik samen met jou uit naar het moment dat we niet in deze twee rode zeteltjes, maar in de zaal kunnen zitten en genieten van de voorstellingen van Cultuurcentrum De Haarbakker. Jan, super bedankt om naar hier te komen. En jullie bedankt. Om te vertellen over jouw favoriet. Ook u daar achter uw scherm of waar u ook zit, bedankt om te kijken naar de favoriet. En blijf kijken naar Haarbakker TV. Vergeet je niet te abonneren. En wij beloven er gauw terug te zijn met nieuwe afleveringen en nog meer moois live hier vanuit Cultuurcentrum De Haarbakker in Eeklo.